Hey, ik ben Mark van Motorkleinzetten TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpistars Motegi Combi, beschikbaar bij motorkleinzetten.nl. Motorkledingcenter Review. De specialist in motorkleding. De Alpistar Motegi Combi is voor het jaar 2015 volledig vernieuwd. We zagen dit pak al in de vorige jaren, was een heel populair pak. En we zien dat hij qua design een stapje omhoog is gegaan en ook qua functionaliteiten een iets beter pak is geworden. Dit pak is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een sportmotor. Neem je af en toe een uitstapje naar het circuit, dan is dit pak ook heel goed geschikt. Hij is gemaakt van 1,3 mm dik rundleer en een combinatie van slijtvast stretchmateriaal waardoor we voldoende bewegingsvrijheid houden. En voorzien van CE-gekeurde protectie op de schouders en op de ellebogen. En wat we zien bij de nieuwere lijn van Alpistars is dat ze een nieuwe manier hebben om de sliders erin weg te werken. We zien het leer er heel netjes omheen gestikt en dan komt die slider zo in 3D naar buiten. Geeft het echt een heel sportief design. Naast de uiterlijke functie heeft het natuurlijk ook nog iets op veiligheid te doen. Ga je onderuit, meestal met een glijder, kom je op je schouder terecht en heb je daar een hele hoge vorm van slijtvastheid. Het is een dual compound slider, dus twee verschillende materialen die ervoor zorgen dat die slider je maximaal kan beschermen. Aan de zijkant zien we wat reflectie, voor als je het pak op de straat gaat gebruiken. Sportieve lijnen erin, accordion stretch onder de armen, zodat we ook in een sportieve houding, als we naast de motor willen hangen, voldoende bewegingsvrijheid houden. En we zien hier het Alpistar logo erop gelaserd. Aan de zijkant hebben we dan ook nog de mogelijkheid om het pak te stellen. Er zit wat stretch. En het voordeel van de combi is natuurlijk dat we hem los van de broek ook kunnen dragen. Dus wil je bijvoorbeeld een keer een korte rit binnen de stad maken, draag je hem boven een Kevlar jeans of een ander soort broek, kan je hem zo vastmaken en heb je een hartstikke stoere set. De broek ook aan de zijkant voorzien van laser branding, sportieve lijnen erin en ook op de knieën natuurlijk voorzien van CE-gekeurde protectie. En het pak wordt standaard geleverd met afneembare sliders. Wij hebben de broek gecombineerd met de SMX Plus laars van Alpistars. Vanzelfsprekend gaat de broek in de laars en de laars er weer overheen. Als we dat pak dan vanaf de achterkant bekijken, zien we dat we hier grote kuitspanners hebben. Dus heb je wat dikkere kuiten, kunnen we zo de kuiten wat meer ruimte geven. Veel stretch aan de binnenkant van de benen. En dan zien we aan de achterkant dat de jas ietsje langer wordt. Dus zeker ook voor als je hem zonder broek gaat dragen met de Kevlar jeans, is dit ideaal zodat je geen blote onderrug krijgt. Als we dan omhoog gaan zien we de speed hump. Speed hump is voor aerodynamica, zeker op hoge snelheid. Komt er een bepaalde windlijn over je helm heen en door die speed hump sluit die heel mooi aan en ben je wat meer aerodynamisch. De speed hump is geperforeerd, dus kan lucht doorheen, kan je ook nog een beetje verkoelen. En we zien aan de achterkant dat hij hier ook door het pak zelf wat perforatie heeft voor de lucht die aan de voorkant naar binnen komt, zodat hij er aan de achterkant ook weer uit kan. We zien accordion stretchpanelen voor extra bewegingsvrijheid tijdens het rijden. En in de nek zien we wat meshmateriaal. Dus heb je echt een sportieve houding, lig je voorover op de tank, heb je geen overtollig materiaal in je nek. Als we dan de voorkant weer bekijken, zien we dat het pak op verschillende plaatsen is geperforeerd. Dat wil zeggen dat er kleine gaatjes zijn gemaakt in het leer, waardoor de lucht naar binnen kan. Je kan verkoelen en aan de achterkant ook weer uit kan. Hier ook weer het Alpistar logo erop gelaserd. Dus geen leer of andere dingen die kunnen rafelen, maar dit blijft er gewoon altijd goed op zitten. Ook hier 3D foam panels. Geeft dat jas gewoon een extra design. En we zien hier wat stretch aan de voorkant. Als dit pak in het begin vrij strak zit, hebben we door dat stretch en ook op de armen nog wel bewegingsvrijheid. Want waar je rekening mee moet houden is dat zo'n pak zeker een kwart tot een halve maat kan gaan rekken in de tijd dat je hem draagt. Grote zakken aan de zijkant. En als we hem open doen, zien we achter de rits een windgoot. Houdt het grootste gedeelte van de wind tegen. Maar hou er even rekening mee dat zo'n dergelijke combi nooit waterdicht is. Dus wil je ermee tijdens de regen rijden of bijvoorbeeld op een motorvakantie, neem dan een regenpakje mee, zodat je zeker weet dat je niet wordt overvallen door de regen. Het pak is aan de binnenkant voorzien van een uitneembare liner. Dat is een hele dunne Coolmax liner. Zorgt ervoor dat je vocht en je transpiratie wordt afgevoerd van je lijf. Er wordt daardoor opgenomen en die kan je eruit halen en volledig wassen, zodat je pak lekker lang hygiënisch blijft. En wat we vaker zien bij de nieuwe collectie van Alpistars is een volledig waterdichte binnenzak. Dus hier kan je je telefoon en je documenten in meenemen. Dus ook al word je hier overvallen, je belangrijke spullen blijven gewoon volledig waterdicht. Rondom aanritsbaar aan de bijpassende broek. Die is voorzien van wat stretchmateriaal zodat hij goed aansluit. En een grote stevige drukknoop en een rits. Pals 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van het pak een maat 52.
Nou, we zien dat hij iets breder is qua pasvorm. Dus heb je niet een gezet postuur, maar ben je niet heel slank. Dan is de Alpistars Motegi een hele goede keuze. Het bijzondere van dit pak is, dat is de eerste keer dat we dat bij Alpistar zien, dat hij ook in lengtemaat verkrijgbaar is. Dus ben je wat langer en dunner, hebben we dit pak ook in een speciale lengtemaat, waardoor hij op de armen en de benen wat meer ruimte krijgt. Wil je meer informatie over dit pak of wil je dit pak bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook of YouTube pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.